Geluk wensen met de eerste plaats in de Willem Wilming dichtwedstrijd is voor het gedicht 30 meter van Karin de Boer uit Den Haag. Gefeliciteerd. 30 meter. Mijn planken kraken onder het gewicht van haar gekochte en gekregen boeken. Mijn lot is om een rode draad te zoeken in wat in het papier besloten ligt. Als ik goed oplet, vind ik levenssporen. De bundel waarin W. een opdracht schreef, de kaft waarin een droogbloem achterbleef, het kinderboek met vlek en ezelsoren. Ik zie haar blik als zij naar iets op zoek is, wat ik met liefde soms al jaren droeg. Ik voel haar aanraking als zij het pakt. En altijd als er weer een gloednieuw boek is, denk ik, wees welkom hier, er is plek genoeg. Nieuwsgierig naar hoe haar verhaal vertakt. Ik heb dat je na zoveel jaren meedoet. Nou, dit zijn de oorkonde juryrapport. Een boek. We hadden er uit die 151 22 geselecteerd met de kernjury. De kernjury, Hanneke van Schoten, Frank van Nus en ik, uit die 151. En die 22 gedichten die we over hadden, die hebben wij opgestuurd aan de winnares van vorig jaar. En degene die de regel bedacht heeft, dus hadden we in totaal 5 mensen. En die 22, daar hebben we dus een top 10 van gemaakt. We hebben gewoon cijfers gegeven. Had je het verwacht? Nee, ik heb het niet verwacht. En ik zei zelfs, ze zijn vrij kritisch altijd in de jury. Ik denk, ik heb een kleine faux pas, zoals ze wel zeggen, gemaakt. Maar daar hebben ze het niet over gehad. Dus ik had het in die zin niet verwacht. Dus je bent er heel erg blij mee? Ja, ik ben heel blij mee. Ik heb vaker meegedaan. Ik kom oorspronkelijk uit Twente, woon nu in Den Haag. Maar toch wel altijd een thuisgevoel hier. Dus een van de leukere wedstrijden om aan mee te doen. Ja, en hoe kwam je op het idee om, ja, om deze manier de dichtregels te verwerken? Ja, ik had zelf het idee van wat het meest voor de hand zou kunnen liggen is inderdaad iets met vluchtelingen. En ik zat in mijn kamer met mijn boeken en ik denk, ik ga het over een andere boek gooien. En ben vanuit het perspectief van een boekenkast gaan schrijven en daar kwam dit uit. Dus de boekenkast kreeg nieuw leven? Ja, en ook dan ontstaat er iets heel bijzonders als je in de huid van een niet levend ding kruipt. En dan kijk je weer heel anders naar jezelf als dat je jezelf in de ik-vorm gebruikt. Juist, en ja, die eer, dat is natuurlijk wel geweldig, hè? Ik vind het erg leuk en ik heb begrepen dat je dan ook mee mag jureren. En dat heb ik nog nooit gedaan, dus daar zie ik erg naar uit. Dus we zien je volgend jaar weer. Heel graag.